Oh mijn god, er komt opeens een schermpje voor, dat hoop ik niet vaker te hebben, maar hallo mensen, welkom terug bij een nieuwe video van mij. Ik ben Melvin, dat was trouwens helemaal niet de intro die ik altijd gebruik, maar dat maakt voor de rest niet uit. Dit is even een video van mij op een nieuwe manier door mij opgenomen. Ik wou het ook in deze video erover gaan hebben. Ik ben hier trouwens de vorige video geëindigd, dan ongeveer hier, want ik sta nu buiten. Want toen ik begon kwam er opeens een skeleton naar mij toe en hij raakt me opeens en ik word er helemaal van dat ding afgedrukt en dat is niet zo best. Dus we moeten hem eerst zien te doden. En daarna wil ik het gaan hebben over deze nieuwe manier van opnemen. Want dit is een manier waarbij ik mijn video zo goed als niet hoef te renderen. En het is een heel groot voordeel voor mij, want ik ben iemand die is wel een beetje van kwaliteit en die rendert graag video's in goede kwaliteit. Alleen het nadeel daarvan was altijd dat ik wel meer dan dat ik altijd rond voor een video van 20 minuten een uur rendertijd had. En die uur rendertijd, dat was dus altijd mooi, ja, kloten van de bok en zo, want dan kon ik niet iets anders opnemen tegelijkertijd omdat het dan heel erg ging laggen en dat was altijd... Nou ja, mooi kut, laat ik het zo maar zeggen. En nu, nou, ik heb weer een beetje wat research gedaan, want ik wil heel graag steeds video's maken, maar... Soms dan heb ik niet eens tijd om een video te maken, omdat ik dan eerst moet opnemen. En daarna moet ik ook nog de video renderen en zo. En ja, het renderen heeft wel heel veel voordelen, maar het heeft ook een paar nadelen. En ja, die nadelen zijn vooral dat het veel tijd vergt. Oeh, nee, geen creeper. Oh mijn god, dat moet ik dus helemaal niet hebben. Maar dat was even heel snel dat ik werd afgeleid. YOLO, nee. Maar ik wou dus in deze video daarover gaan hebben. Ik neem nu op met een programma genaamd OBS, Open Broadcast Software. Dat is een gratis software, daar hoef je helemaal niks voor te... Of ja, je moet wel downloaden, maar daar hoef je helemaal niks illegaals voor te doen, zoals iedereen... zoals ik het nooit heb gedaan. Oh nee, ik heb nooit Fraps of Dextery... Nou, het is wel legaal, maar Melvin, daar wil ik nu niet over hebben. Nee, Open Broadcast Software, daar kan je... Nou ja, ik weet niet of jullie ermee bekend zijn met XSplit. Het lijkt er heel veel op. Alleen Open Broadcast Software had misschien wat meer voordelen. Zo en is wat makkelijker in gebruik. Het lijkt er heel veel op. Het is gewoon een stream software, maar waarmee je ook een filmpje kan opnemen. En ik neem dus een filmpje ermee op. En een heel groot voordeel aan deze manier is dat jij gelijk een M4-bestand hebt, dat is gecompresseerd. En dat gecompresseerde betekent dus dat de video, nou ja, als het ware al een soort van is gerenderd. Dus dat betekent dat ik heel makkelijk de videobestand, ik moet hem even door een programmaatje gooien, heb ik gezien dat YouTube hem makkelijker kan uploaden, dat het wat sneller gaat. En ik heb een video klaar. Geen gezeik met renderen en zo. En ja, ik kan dan helaas niet van die leuke liedjes en zo op het begin doen, zoals jullie ook nog op het begin zagen. En het was ook niet echt dat er een fade in het begin zag. Omdat ik een video als het ware al nu bezig ben met het bewerken van de video. Terwijl, ja, niet dat ik heel veel bewerkte aan de video, maar toch wel van die dingetjes waarvan ik dacht... Ja, dat moet er even in, dat is leuk, zoals... Ik weet niet of jullie mijn Oasis Survival volgen, maar... Daarin heb je al zo'n stukje, als de zon opkomt, dan kijk ik als een gehandicapte mogol naar die zon toe. En dan van, oh, de zon komt op en dat vind ik dan heel mooi. En dat zijn kleine dingetjes die dus nu niet meer mogelijk zijn. En holy tieteman, ik moet deze even allemaal afhandelen. Oké, ga alsjeblieft dood en jij ook, dankjewel. Zo, hebben die ook weer even allemaal gedood. Ik dacht even dat er een spawner kon zitten, maar die zat er helaas niet. Maar ja, dus dat zijn van die kleine dingetjes, dat is nadelig aan deze manier. Een heel groot voordeel is wel dus dat je niet hoeft te renderen. En ik kan nu video's opnemen. Meer... What the fuck is dit? Holy shit, waarom is hier opeens een random... Huh? What? Nou, daar gaan we niet op kunnen letten. Maar een heel groot voordeel aan deze manier is dat ik een video... Ja, meerdere video's dan op één dag kan maken. Want zie, ik hoef niet te renderen en ik kan de ene video naar de andere opnemen. Want ik vind het heel leuk om te maken en het is allemaal super vet leuk. Alle reacties en zo. En ik vind het gewoon super vet om YouTube filmpjes te maken. En dat wil ik nog steeds heel graag doen. Maar het was gewoon voor mij met school en met alle andere dingen een beetje onmogelijk om dagelijks minimaal één... Holy tieten! Daar had ik heel veel geluk dat ik niet in mijn... Dat die creeper niet vlak bij mij explodeerde. Maar dat had ik dus heel... Ik raak zo snel afgeleid. Ik raak zo fucking snel afgeleid. Maar dat is dus een heel groot voordeel van... Ja, ik kan meer video's per dag maken.
Maar nu heb ik dus ook een vraag aan jullie, want dit is dus nu één keer proberen om te kijken. Hij wordt ook niet heel lang, dat zeg ik nu wel, terwijl ik nu al ongeveer niet meer weet hoe lang ik aan het opnemen ben. Maar dat maakt voor de rest niet uit. Ik zie trouwens hier dat ik opeens ook een uitgang van de tunnel heb gevonden. En het is nacht, dus we gaan weer verder naar binnen. Want ja, binnen naar buiten is dan toch te vergelijken met elkaar in Minecraft. Maar ik wil dus jullie mening ook even vragen van deze manier van opnemen! Holy titterrot alsjeblieft op, man. Kutcreepers. Ik vind het knap dat ik niet eens een dodo ging. Want normaal ga ik altijd doden die kutkrengen. Jezus, man. Nou ja. Dus, ik weet niet hoe jullie deze kwaliteit vinden. Ik heb even stel op mijn privé-account even een heel klein dingetje geüpload. En nou, het beviel me op zich wel. Het is gewoon 1080p en zo. En ja, ik ben dus benieuwd naar jullie mening van deze manier van opnemen, recorden, uploaden, kwaliteit, alles. Het geluidskwaliteit en de webcam en de beeldkwaliteit en zo. Gewoon wat jij verstaat onder kwaliteit. Je helpt me er heel erg mee als je zegt van ja, dit kan misschien anders. Of ik wil gewoon weer graag dat je video's echt gaat renderen. En dat je dan leuke liedjes kan doen. Want nu moet ik, als ik dan een soort opgang heb, dan moet ik zelf als omhoog gewoon. Ja, het ligt er aan wat je leuker vindt. Misschien vind je het leuker als ik zo op mijn bureaustoel op mijn kamertje zit. Dan wanneer ik zo kijk. Dus het zijn ook meningen waar ik heel veel aan heb als jullie die even aan mij geven. Dus ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Het bevalt mij zo wel. Ik vind het is een wat chillere manier voor mij. Ik kan mijn hobby nog steeds met heel veel plezier doen. Ja, en af en toe dan ga ik echt wel een video op een oude manier opnemen. Zodat ik dan leuke dingen kan bewerken zo en leuke dingen kan toevoegen. Want dat wil ik nog steeds heel graag doen. Maar het neemt heel veel tijd in mijn hobby. En dat weet ik. En ik heb ook, ik doe VWO en daar moet ik ook wel, ja, ik moet er genoeg voor, ik moet er wel, ik zou bijna naar beneden lopen. Ik moet er veel voor doen, laat ik het zo zeggen. Dus ik kan niet al mijn tijd aan YouTube besteden. Ik weet ook wel dat jullie dat begrijpen. Maar dat wou ik gewoon ook even zeggen bij het maken van deze video. En dit heb ik altijd. Dit heb ik altijd. Dan heb je een heel diep gat. En dat gat, dat leidt nergens naartoe. Dan ga je helemaal naar beneden. En dan heb je een beetje water. En dat is alles wat er in het einde van het gat zit. Daar heb ik zo'n hekel aan. En waarom zou je altijd zulke gaten maken? Echt, als ik zo'n gat vind, 9 van de 10 keer eindigt het zoals jullie net zagen. Dus dat is echt heel erg beroerd. Nou ja, we gaan maar weer verder omhoog. Dus jullie weten wat jullie nu te doen staat. Hoop ik. En dat jullie een beetje mijn mening weten. En waarom ik nu op deze manier wil gaan opnemen. Ik hoop dat jullie dat begrijpen. Ik denk het wel. Want jullie zijn super awesome. Dat moet je echt onthouden hoor. Jij, als je dit nu kijkt, je bent super awesome. Super awesome. Nee, dat was echt heel overdreven. Maar dat zijn dus een beetje de dingetjes waar ik het over wil hebben in deze video. Het is trouwens ook niet echt een cave van ik denk, yes, we kunnen hier heel veel gaan minen en op zoek naar diamonds. Dus dat valt wel een beetje vies tegen. Maar oké, een creeper. We gaan nog even de evenste bellen met deze creeper. Met deze creeper, hoor mij dan, met deze. Daar lopen twee creepers. Daar lopen twee creepers dood. Nee, niet exploderen. Ik zeg dood. Nee, niet exploderen. Nog één hit als het goed is. Ja, kijk, hebben we mooi even wat gunpowder. En er staat er nog een creeper. Oh mijn god, we moeten even deze epische bellen met deze twee creepers aan. Zo, hebben we die creepers even mooi dood. Dat is echt heel mooi. Hebben we weer het gunpowder. Kunnen we misschien ooit een keer wat mee. Maar ik weet het niet. Dus, nu zeg ik het nog één keer. OBS, dat is deze manier. Of de oude manier en dat er dan kans is dat ik op een dag geen filmpje voor jullie klaar heb. Snik, snik. Want dat vind ik dan heel jammer. En dan een heleboel mensen volgen mij dan niet op Twitter. En dan denken ze van Melvin, waarom upload je niet? En dat vind ik zelf dan ook heel jammer dat ik niet up kan loaden vanwege school. En of dat er een hele late upload komt. En dan moet ik de video op dezelfde dag nog opnemen. Moet ik hem bewerken. En dan heb ik nog een uur rendertijd. Dus dat gaat gewoon niet samen bij mij. Ja, het gaat wel samen, maar dan hebben jullie later video's en zo. En dat, ja, nou ja, het ligt ernaar of je dat nou handig vindt of niet. Als je mij kijkt, dan kijk je ze meestal toch wel op een moment, lijkt mij. Maar oké, ja. Dit is dan wel even zo alles waar ik het over wil hebben, denk ik, deze video. Ik zal nog even deze koe helemaal naar de malle tieven slaan. Kijk, dan hebben we het ook tenminste even wat lender erbij. Dat is ook heel handig, toch? Ja, daar kunnen we ooit een keer boeken mee maken voor een enchantment table, want de volgende aflevering, daar heb ik jullie menings gelezen.
Dat is toch correct Nederlands, ja? Meningsgelezen? Meningen. Ja, dan heb ik... Ik zou net zeggen, er klopt hier iets aan die zin en er klopt de zin inderdaad niet iets aan. Ik laat hem wel even exploderen. Hebben we daar ook geen last van. Alleen heb ik wel een heel mooi gat. Nou ja, dat is dan een beetje jammer, maar... ik ga weer kijken of ik mijn paardje terug kan vinden. Holy kut, dieve screeper. Alsjeblieft. Nee, dank je wel. We gaan gewoon omhoog. Nou ja. Dit was dan de eerste video op mijn kanaal. Op een andere manier opgenomen. Op een makkelijker manier opgenomen. Op een... Ja, een positievere manier en een beetje wat... Of een positievere manier en een wat nadelerige manier. En dat nadelen, dat zijn dus dat ik... niet leuke dingetjes meer kan editen in een video. Niet dat ik... de outro, ik denk niet... Ja, daar heb ik nog niet eens over gehad. Een outro. De outro, die kan ik nu ook niet meer in mijn video doen. Ik denk ook niet dat het nu heel veel wordt gebruikt op mijn kanaal of zo. Dus ik denk van... basta, die halen we gewoon weg. Als jij gewoon op mij wil abonneren, dan doe je dat. Dan hoor je mijn eindpraatje en denk van... Hey, dat is een leuke jongen, dan moet ik hem abonneren. En dan doe je dat. Ja toch? Ja. Nou, we zijn weer terug op mijn oude vertrouwde plek. Mijn woonplaatje. Hoe is het met Pietjan Henk de penisklapper? Zie, hij hoort het gewoon. Ja, ik ben er weer, kerel. Mooi, hè? Ja, hij vindt het heel leuk. Ja, ik praat met paarden. Dus dat is mijn, ook als, mijn tweede... Tweede, hoe noem je dat? Dat is je bishop, mijn tweede ding. Gave, zo noem je dat. Nou ja. Dus laat je mening achter. Dat is de vierde keer dat ik het zeg, maar dat help je mij heel veel mee. Heel veel help je daarmee mee. Nou, oké. Doe even een duimpje omhoog als je een leuke aflevering vond. Laat een leuke reactie achter beneden in de comment section. En ben je nog niet geabonneerd op mij, druk dan even snel op het knopje abonneren. Dat hier beneden staat. Dan ben je altijd op de hoogte op al mijn video's. En voor dan heb ik nog maar één ding te zeggen. En dat is... Doei mensen!